Hey allemaal, ik ben Nikki en vandaag ben ik te gast bij Steffi Hazen. Zij heeft een boek geschreven, Houdbaar Tot. Daar horen we zo meteen meer over. Ik heb de tas met boodschappen bij en we gaan koken uit mijn boek. Ik sta vandaag in de keuken met Steffi. En ik heb niet alleen een boek geschreven. Zij heeft ook een boek geschreven, of niet? Ja, zeker weten. Ik zie hem daar liggen, in mijn ogenhoeken. Tenminste, Houdbaar Tot. Ja, en waar gaat je boek over? Het gaat over eigenlijk simpel gezonde keuzes maken. Eigenlijk staat de wetenschappelijke basis een beetje hierin. En dan kan je daarna gewoon zelf kiezen wat je handig vindt om een gezond levensstijl te hebben. Dus gewoon terug naar de basis. Ja. Nou, top. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. Ik denk dat ik er nog veel van kan leren van jouw boek. Laat maar weten. Wij gaan vandaag een vispotje maken. Ja, we maken er zomaar een potje van met vis. Nou, ik weet nu dat ik, als ik had kookte, dat ze altijd zeiden, nou Nikki, nou hoeven wij dus niet meer de deur uit. Je hebt echt heel veel knoflook in gegooid. Maar... Ja. Als jij op pad gaat, wat neem jij dan vaak mee? Want ik vind zelf, ja, ik zorg altijd dat ik mijn eten bij me heb, maar toch betrap ik mezelf er vaak op dat het vaak hetzelfde is of... Beetje eentonig. Ja, daar hebben meer mensen wel last van. Ja. Dat zou ik soms ook wel. Ik probeer alleen daarom ook vaak restjes mee te nemen van de dag daarvoor. Oh ja. Ik vind dat wel makkelijker in het voorjaar dan in de zomer. Ja. Want dan maak je meer salades en dat soort dingen. In de winter is het toch wel weer een beetje stampotjes en zo. Maar ik probeer, anders neem ik brood mee. Maar ik zorg ook altijd dat ik dan groenten bij me heb extra. Dat vind ik altijd wel een beetje leuk voor de afwisseling. Al heb je brood bij je, dan heb je alsnog ook wel een beetje iets anders om op te knappen. En zeker omdat we de algemene Nederlander veel te weinig groente eet. Ja. Ik ben nu wel echt weer bewust al bezig met wat ik naar binnen werk en ben wel lekker aan het sporten. En echt ook als ik dan s'avonds, ook al ben ik moe dat ik, en ik moet nog koken, dat ik gewoon groente in de diepvries heb liggen. Zodat ik toch snel een maaltijd klaar kan maken met groente. Oh ja, ik gebruik mijn diepvries anders. Oké. Okay. Ik kook juist heel veel van bepaalde gerechten en dan doe ik dat in de diepvries. Oh, en dan ja. hoef ik alleen nog maar iets van rijst erbij te koken of pasta. Ja, heel slim. Dat vind ik heel erg lekker, omdat het dan toch heb je het idee dat je iets vers hebt. Ja. Maar je weet wat erin zit omdat je het zelf hebt gemaakt. Maar het kost niet heel veel moeite om op te warmen. Nee, zeker. En een beetje rijst kopen, dat kan wel. Ja, dat kan iedereen. Als je moe bent. Ik heb trouwens ondertussen 3 teentjes gedaan. Want... Je moest het verdubbelen, dus 1 teentje voor 3. Nee. En jij bent gevraagd door een uitgever om dat boek te schrijven, toch? Ja. En hoe wisten ze dat jij hier verstand van had? Of wat is jouw beroep? Wat doe je? Ik ben diëtist. Oh, kijk, daar komt de aap uit de mouw. Ja, er zijn nog meer manieren om als diëtist aan de slag te gaan. Ja, een beetje outside the box denken. Ja. Toen ben ik eigenlijk, ik wilde met organisaties samenwerken. Dus grote organisaties denken van, oh, ik wil iets met voeding. Ja. En toen ben ik begonnen eerst met allergene kaart te maken voor horeca. Okay. Ja. Maar ja, ik doe nu ook een andere campagne voor Dr. Good Food. Dat is voor een biologische groente- en fruitimporteur. En dan proberen we mensen eigenlijk... bewust te maken waarom ze meer groente en fruit moeten eten. Ja. Eigenlijk een organisatie een vraag heeft over voeding, maar ik wil daar iets mee, ik wil iets gezonder, ik wil iets duurzamer. Ja. Dan geef ik advies daarover. Super vet. Dus wij kunnen ook nog een keer flink gaan sparren en dat ik nog wel bijgespijkerd word. Zeker weten. Dat vind ik leuk. Ja. Nou, dan rijst toevoegen. 100 gram. En dan olijfolie. Wat was jouw idee, iemand die jouw boek leest, eruit? Nou, vooral mijn verhaal. Ik word de hele tijd toch wel overal neergezet van je hebt een kookboek gemaakt. Ja, inderdaad, er staan recepten in, er staan voedingtips in. Maar vooral mijn verhaal, zeg maar, achter de foto's. Ik heb heel veel jonge meiden die tegen me opkijken, want ik heb 106 topmodel gewonnen. Ik ben Miss Nederlands geweest. Ik denk dat ik een geweldig leven heb, maar weet eigenlijk niet het echte verhaal achter de foto's. En niet jezelf te vergelijken met anderen op Instagram. En ja, ik dacht eerst ook van ik zal mezelf alleen maar te vergelijken met anderen. Ja, dat is inderdaad. Ja. Dat is het nadeel. Als mensen denken, je moet het een ander gunnen. Ja. Maar niet onzeker worden omdat iemand anders een bepaald plaatje neerzet op Instagram. Nee, dat is precies. Het is allemaal neergezet. Je wil niet iemand nadoen op social media of iemand waar tegen je opkijkt. Je moet naar jezelf kijken. Wanneer zit ik happy in mijn lijf en wanneer ben ik de beste versie van mezelf? Kijk, ja, die mogen erbij, ja. Ja, die ook. Fijn, cool. Hoeveel dillen moet erin dan? Een theelepel. En dan 2 eetlepels water. Dan moeten er het dubbele, heb je het dubbele? Oh ja, dat is waar. Dubbele 2. Ja, we zijn wakker.
Ja, wat is, we gaan met hem gokken? Ja, jij bent diëtiste, dat moet er wel kunnen. Oh! Ja, ik had net even, omdat er zoveel aan buurten waren, ik denk ik zet hem iets zachter, anders dan... Dan brengt het hem aan. Ja. Nou, dan gaan we hoor. Ja. 1, 2, 3. Ja, ik doe heel veel tomaten, want ik hou van tomaten. Ik ook. Yay. Oeh. Ziet er wel heel kleurrijk uit. Ja, dat vind ik belangrijk. Kleuren eten, hè? Dat is goed. Word je vrolijk van. Weet je dat je allemaal verschillende vitamines binnenkrijgt. Wat ik ook interessant vind, is als je echt het coaching deel doet. Want heel vaak is het niet eens alleen maar weten wat je moet eten, maar ook hoe verander je je gedrag. Dat lijkt wel lekker hoor. Ja, dat vind ik ook. Maar sowieso is venkel en vis. Ik moet altijd aan muisjes denken. Muisjes? Muisje aan venkel? Ja, natuurlijk. Ja! Wat grappig. 20 minuten stoven. Ondertussen wachten we nog een paar minuutjes. Een hele gezonde keuze, hè? die zilvervlies. Nee, ik doe nooit witte rijst. Nooit? Nooit. Maar teamwork, hè? Teamwork makes the dream work. Maar dat is wel een hele mooie rijst. Ja, maar ik heb hier ook echt heel erg selectief op uitgekozen. Het grappige is dat het waar is. Ja, dat is waar. Nou hou ik deze vast en dan mag jij deze. Jij bent goed in delegeren, hè? Ja, ik ben wel altijd de leiding nemen, ja. Ik vind het wel leuk hoor. Ik hou er wel van. Doe ik het zo goed? Ja, je bent echt super goed bezig. Goed. Ik wil nu naar het andere bord toe. Oké. Okay. Ja, nee, maar jij vertelt goed wat je wilt. Dat is ook goed. Oh, kijk, dat zijn mijn complimenten aan het geven hier aan elkaar. Nou, hier is het bestek. Dankjewel. Gaan we het even proeven. Tik me aan. Dat kunnen wij wel, hè? Ja. Wij delegeren, ik luisteren. Nou, precies. Ja. Dan krijg je dus zo'n maaltijd op tafel. Jullie heel erg bedankt voor het kijken. Steffi, jij bedankt dat ik je keuken weer overhoop mag halen. Dank je wel. Vandaag maakten wij... We maakten er een potje van. Een potje, een vispotje van. Ben je nou benieuwd naar de volgende video? Hou ons kanaal dan in de gaten. Doei!